Nebraska passed a law making it illegal to teach anything other than English during World War I. Maya wanted to teach German. The Supreme Court said the law was unconstitutional. Good. Het is midden in de winter, maar meneer Duif, die precies achter de dingen blijft zitten, wenst nu toch kleine duifjes te maken met mevrouw Duif. Echt waar. Eitjes is geen goed plan in deze tijd van het jaar, maar meneer Duif trekt zich daar geen reet van aan. Ik moet en ik zal, zegt hij. Nee, nee, zegt mevrouw Duif. Dit zie ik helemaal niet zitten. Maar ja, meneer Duif heeft daar toch zo zijn eigen ideeën over. Ik bedoel, man will be man. Of het nou menselijke of duivelijke mannen zijn, zo te zien. Vraag me af, ben ik hier nou heel erg schuldig aan omdat ik een bakje voer speciaal voor de duifjes in de tuin heb staan? Of zouden ze, no matter what, dit gedaan hebben? Ik weet niet of ze het dan op mijn schutting gedaan hadden. En zo af en toe verdwijnen ze even achter een deurklink of een deurstijl. Maar, desalniettemin de plus. Ik moet er ergens wel om lachen. Ik kan alleen maar hopen dat het hem niet lukt, want dat worden kansloze eitjes. Het is een beetje frisjes. Ik weet niet of het te zien is op de dingen als ik... Ja, slecht. Maar het is nog onder nul, geloof me. You want to play doctor too? Suddenly I've got 17 nurse mates. She didn't wake me up this morning. Zit hij weer achter de deurstijl? Wellen dat het hem lukt als hij achter de deurstijl zit. Oh, kijk, daar is mevrouw Merel. Heeft ze de duiven voor je acht? Wel, want het is een territoriale dame. Bepaalt niet de eerste keer dat ze dat doet. Oké, end of the movie.